Hallo, wij zijn de Uittesters. We staan hier in Gent. Morgen beginnen hier de Gents feesten. Maar daar is natuurlijk heel veel werk op voor ons en we gaan zien of ze hier al bijna klaar zijn. En dat doen we met deze bril. Wat is juist die functie op de Gentse feesten? Bent u de baas? Ik ben organisator en van de Gentse feesten op het Sint-Baafsplein en voorzitter van Onderdraak VZ2 die de feesten hier op het Sint-Baafsplein organiseert. Denkt u dat er iets zou misgaan? Wij hopen en bidden dat er iets misgaat. We proberen goed voorbereid te zijn, we proberen goede plannen te maken om proberen te voorkomen dat er iets misgaat. Wat zou u doen als er iets mis zou gaan? Dan gaan wij onmiddellijk de hulpdiensten inschakelen en gaan we samen met de hulpdiensten preventief dingen proberen te voorkomen. En als er iets misgaat, proberen ze goed mogelijk te handelen. Wij staan hier op het podium van Polly Polly op de Gentse feesten. Nee, wij zijn bijna klaar, want morgen beginnen we. Vandaag zijn we eigenlijk het podium volledig gereed aan het maken, zodanig dat we morgen kunnen beginnen met de optredens van de eerste artiesten die langskomen. Hè. Wie is uw favoriet die hier komt? Zondag La Pegatina om 22:30. En gaat u dan ook zelf kijken? Absoluut. We zijn bezig dus op dit ogenblik, de tafels hebben we net gezet. We zijn bezig met de laatste aansluitingen. Er moet water getrokken worden naar een bar. Er moet een bierinstallatie komen natuurlijk, want de meeste mensen drinken graag bier. De frigo's moeten opgevuld zijn, zeker met dit weer. Wat vindt u het leukste? Gewoon werken of werken voor de Gentse feesten? Oh, ik werk gewoon graag. Maar met de Gentse feesten, dat is natuurlijk wat anders. Want dan is er een heel andere sfeer. Dan ontmoet je nieuwe mensen. Dan zie je mensen die plezier hebben. En dat is natuurlijk altijd prettig. Hallo Gent, zijn jullie klaar voor de Gentse feesten? Goeiedag. Wat ga jij doen op de Gentse feesten? Feesten. Feesten. En welke groepen ga jij kijken? Geen idee. Geen idee. Dan moet je dringend de website van de Gentse feesten checken. Jo, merci.